Hoi, met Jens. Ik maak even een vlogje over mijn voeding. Nou, moet ik eerlijk zijn dat voeding niet mijn sterkste punt is, nog. Ik ben er wel mee bezig, maar ik kan echt slecht een dieet volgen. Heel veel sporters zijn daar echt super goed mee bezig, zoals mijn broer ook. Die is altijd echt hetzelfde aan eten, meten, alles. En je kan er heel veel mee winnen natuurlijk met je voeding. En daarom ben ik ook heel erg veel mee bezig om het te verbeteren. Maar het is nog wel een aandachtspuntje voor mij. Maar wat ik in ieder geval wel standaard probeer te doen, is echt heel veel koolhydraten. Ik denk dat dat super belangrijk is voor het herstel. Koolhydraten en eiwitten. En ik ben echt een fan van koolhydraten in verband met energie. Ik denk dat dat echt een van de belangrijkste dingen is voor sporters. Dus wat ik eet, zorg ik wel in ieder geval dat het heel veel koolhydraten is. En na elke training neem ik een shake van Powerbar. Dat is dan een shake, daar neem ik 6 scoopjes van. En dat is 22 gram eiwit. En ik weet niet precies hoeveel, maar heel veel koolhydraten. Dus zo krijg ik wel na elke training heel veel terug in mijn lichaam. Want ja, als je traint, dan scheur je natuurlijk eigenlijk je spiertjes de hele tijd. Dus die moeten wel kunnen herstellen. Dus zonder de juiste shakes en zo, ga je eigenlijk alleen je lichaam vernietigen. Dus shakes zijn sowieso waar ik me heel erg op focus qua voeding. En hopelijk binnenkort kan ik meer vertellen over wat ik nu wel goed doe.